De samenleving was tot vanmiddag 2 uur in de gelegenheid het condoleansregister te tekenen. Dit register is door de regering bij het districtscommissariaat Sipaliwini gelegd in verband met de Nationale Rouwdag vandaag. Verschillende districtscommissarissen en burgers hebben hun medeleven getoond door het register te tekenen. Volgens Concita Alcantara, kapitein van het dorp Kalebaskreek, is dit initiatief van de regering heel welkom. De bewoners hebben namelijk alle ondersteuning nodig om dit leed te verzachten. De heer Scholsberg, een van de bewoners van Kalebaskreek, heeft samen met andere dorpsbewoners geprobeerd zoveel als mogelijk mensen te redden. Ik vind het heel goed, omdat dit ook laat blijken dat er medeleven wordt getoond vanuit het gemeenschap en de overheid. Wat denkt u dat de volgende stappen zijn van de familieleden? Wanneer wordt alles verder gedaan? Zover ik weet heb ik nog niet alle informatie. Ja. En waarom heeft u dan besloten om het condoleansregister ook mede te tekenen? Omdat het ramp voor mijn dorp heeft plaatsgevonden. En ik was vanaf dat moment dan bezig met de nabestaanden. Mijn lief is maar, mijn wens is trouwens maar, ik deed dat nog maar. Ik heb het met alle moeite, maar toch nog een kans om te rijden naar het ras. En dat is het. Ja, ja, ja. Maar hoe ben je machine? Want als je de net hebt, hoe ben je machine? Wel, zou je doen? Oké. Aboto Sumo, ik ben hier een kapitein voor Aboto. Twee uur om een ding. Ik ben hier een kalabaskri, een kalafeef. Ik ben Aboto Sumo, ik ben een drijf op Safis Adorpo, ik ben een bar in wat eraf gelopen, ik ben een vadorpo kon hier. Dus maar dat go, tek boto den go redden den wan di bedalibi. Een aantal bedalibi ete. We accidents maar tak smangas maar die na boto des maar tak moros maar daliba. Districtscommissaris Humphrey Jeru van Boven Suriname zegt dat dit ongeval moeilijk beschreven kan worden. Volgens de parlementariër André Misikaba zijn er geen woorden genoeg om de dorpsbewoners en de familie te troosten. Ik bedoel, wat we ook zeggen, we kunnen de mensen niet terugbrengen. Wat we vragen is aan God om troost en kracht te geven. En uiteraard zullen wij dat andere gedeelte, dat te maken heeft met veiligheid op de rivier in zijn algemeenheid, dat zullen we met de regering bespreken. Want we begrijpen dat we wel maatregelen moeten treffen, zodat dit nooit meer gebeurt. Het is hartverscheurend om te zien dat mensen die eigenlijk met goede bedoelingen op reis waren, zo afscheid van het leven moeten nemen. Het is niet goed te praten, je hebt er geen woorden voor. Suriname is in rouw, terecht. Nee, het is niet goed. Ik word er niet goed van. Nee. Humphrey Jeru, districtscommissaris van Boven Suriname en daarvoor de parlementariër André Misikaba. Zij spraken vanmorgen na het tekenen van het condoleansregister dat door de regering is geplaatst op het commissariaat van Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat.